En dan nu... Ben jij nou eigenlijk overal tegen, wordt mij wel eens gevraagd. Nou, dat valt best wel mee. Eigenlijk ben ik voor veel dingen. Ik ben bijvoorbeeld voor de vrijheid van meningsuiting en voor de vrijheid van drukpers. En ik ben voor goeiedag zeggen op straat. En ik ben voor politici die ergens verstand van hebben voordat ze iets zeggen. En ik ben ook voor minder overheidsbemoeienis op internet. En ik ben voor de vrijheid van demonstratie. En daar ga ik het met u over hebben vandaag. Het is namelijk zo dat heel veel mensen denken dat ze niks kunnen doen als ze het ergens niet mee eens zijn. Of dat ze niks mogen doen als ze het ergens niet mee eens zijn. Of dat ze het niet in hun eentje kunnen doen als ze het ergens niet mee eens zijn. Nou, niets is minder waar. U mag namelijk in uw eentje overal en altijd demonstreren. Mits u niet in gevaar bent voor het verkeer of de openbare orde. En dat het voor sommige mensen dan een beetje lastig zou kunnen zijn, dat is natuurlijk wel vervelend. Maar die mensen kunnen dan ook weer in hun eentje tegen u gaan demonstreren. Dat mag namelijk in Nederland. Die vrijheid hebben we. En als u dat allemaal nog eens na wilt lezen, dan kan dat op de site van de Nationale Ombudsman. Die heeft er namelijk een tijd geleden een rapport over geschreven. En die heeft ook een handig kaartje gemaakt waarop staat welke rechten u hebt en wat een politieagent vooral niet mag doen als die u weg wil sturen. U hebt uw huiswerk voor de komende week wel weer klaar. Nog niet klaar. U moet uw huiswerk nog gaan maken door dat allemaal eens eventjes te gaan lezen. En dan bent u goed geprepareerd voor de derde dinsdag in september die eraan staat te komen. Succes met lezen. Ik hoop nog wat vrolijke demonstraties links en rechts voor van alles en nog wat terug te zien de komende tijd. En wie weet ziet u mij ook nog wel eens een keer iets verder op voor hetzelfde demonstreren. Want als je dan in je eentje gaat demonstreren, kun je natuurlijk 3 meter verderop nog iemand in zijn eentje laten demonstreren. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende week. Een telefoontje naar de lokale omroep of de lokale krant kan ook geen kwaad. Wie weet krijg je er dan nog meer aandacht voor. En dat is alleen maar goed. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.